7 gedeputeerd zijn in deze prachtige provincie. Het is mij echt een oprecht genoegen om hier ook te mogen zijn. Ik doe dit al sinds ik hier ben, ga ik gewoon de afdelingen af. Omdat ik zelf heel erg behoefte heb aan het gevoel dat ik deel ben van een club. De PvdA in dit geval. En dat is iets wat we wel eens dreigen te verwaarlozen. Ook ik merk al vrij snel, ja, ik ben aan het werk. Je begint, heb ik nou dezelfde echo als de koningin? Of, nee? Ze klinkt hier wel een beetje. Mocht je willen. Direct daar we echt af naar wethouders. Nee, maar ik praat toch ook een beetje als een dominee, ook al ben ik een jongen uit de katholieke zuid. Maar ik merkte dat je natuurlijk in zo'n baan word je meteen opgeslokt door dossiers, de overleggen met wethouders, met ondernemers, noem maar op. Maar ik miste gewoon het contact met de leden, met mensen die een afdeling besturen, die in een raad zitten, actieve leden, passieve leden, boze leden. Dus ik ben gewoon consequent al die 56 gemeenten afgegaan van, ik ben beschikbaar, het is aan u hoe u die avond wil invullen, dat is wat ik kan bijdragen. En als je dan in Doetinchem komt en het is zo'n setting met, ik heb het lijstje gezien van mensen die hier aanwezig zijn namens verenigingen, is echt fantastisch. Dan denk ik van, nou, ik ga nu al met een positief gevoel, dan weet ik niet dat ik meteen weg ben hoor, maar ik ga nu al zeker weten met een positief gemoed weer naar huis. Zo van, ah, fantastisch, die mensen ontmoeten elkaar nog in Doetinchem. Ik hoop ook zoveel mogelijk mensen van u gewoon even te kunnen spreken. Maar allemaal zal niet lukken. Ik hou het kort, want politici hebben toch de neiging om veel te praten. Ik wil toch één ding nog aan u kwijt. Een samenleving die ontstaat niet vanzelf. En wat mij wel eens verdrietig maakt de laatste tijd, terwijl ik van nature een optimistisch gekend mens ben, is dat we praten over de samenleving alsof dat iets van de anderen is. En ik ben ook iemand die, en dat is niet altijd leuk, die ook tegen zichzelf zegt, als je ergens jeuk hebt of je stoort je ergens aan, moet je eerst voor de spiegel gaan staan. En wat ik daarmee bedoel is dat we ook misschien wat vaker tegen elkaar moeten zeggen, jullie ook tegen mij hoor, en misschien ook tegen de wethouder. Maar wat heb jij nou vandaag gedaan om het iets beter te maken voor je buren of voor je familie of voor je vrienden? En ik kom dan wel eens tot het inzicht dat ik dan ook steken laat vallen. Is niet erg, doen we allemaal. Maar we moeten ook op tijd durven zeggen, hier ligt een grens en daar ga je niet overheen. Ik heb één anekdote voor u. En dan geef ik ook een inkijkje in waar mijn werk af en toe uit bestaat. Volgens mij heb ik het met jou wel eens gedeeld, Otwin. Ik kreeg op een gegeven moment een mailtje van een meneer in Hoenderlo. We weten ongeveer waar dat ligt. Dat ligt bij Apeldoorn. Dat traint het Nederlands elftal, omdat ze daar voor de rust en de mooie bossen en de schone lucht en noem maar op komen. Die meneer had de volgende klacht. Er komen hier Schiphol of vliegtuigen van Schiphol over en daar heb ik last van. En kunt u nu niet als gedeputeerde een brief naar... Ja, u begint al te lachen. Ja, ik kan het ook bij hebben gewoond. Ze hebben het niet laten verdorven. Dus een vliegtuig gaat altijd. Ik ben nu al heel blij met dit. Ik zou een ander voorbeeld hebben. Maar die meneer die had op zich vanuit zijn perspectief een terecht verzoek. Ik heb last van die vliegtuigen. Gedeputeerde, u heeft lijnen met Den Haag. Kunt u een brief sturen naar minister Eurlings toen nog, met de vraag of daar iets aan kan gebeuren. Toen heb ik in een vlaag van, ja, misschien verstandsverbijstering, dat, of van goed nadenken, een beetje met verkeerde been uit bed gestapt die dag. En ik dacht, ja, ik lijk wel gek ook. Dus ik heb, meestal doe je zoiets aan een ambtenaar, die gaat er dan een kijken, een advies, en dan stuur je weer een antwoord terug. Ik denk, ik ben gewoon gek. Ik heb die meneer direct een antwoord gestuurd. Ik zei, meneer, ik zit hier voor alle Gelderlanders. En er zijn heel veel vraagstukken in deze provincie. En dit vind ik het minst belangrijk. Succes, maar ik ga er helemaal niks aan doen. Die meneer is daarmee naar de krant gegaan. Ja. En dan weten we ook wat er gebeurt. Daar werd aandacht aan besteed. Dat leidde bijna tot een debat met mijn staten. Want wie was ik om dat zo te beantwoorden? Ik had toch heel makkelijk gewoon een brief naar Eurlings kunnen schrijven.
Dat is nu bijna een jaar geleden. 2-3 maanden terug werd ik gebeld door het ministerie. Ze zochten nog een voorzitter om in Hoenderlo nog aan een groepje boze bewoners uit te leggen hoe het nu zat met die vliegtuigen. Dat is niet gelogen, hè? Dat is echt gebeurd. En dat bedoel ik, en dit is in mijn ogen een redelijk onschuldig voorbeeld, maar als je het hebt over een samenleving en het besef hebben, en nu komt uit Bad Hoeverdorp, heeft daar gewoond, het besef dat de wereld groter is dan jouw eigen tuintje, dat begint ook met elkaar aanspreken op, dit is gewoon een non-issue, een non-probleem, en ga nu eens een keer een zinniger bijdrage doen dan andere lastgevallen met jouw privéklachten. Dat is een harde kreet. Die ik hopelijk even kwijt mocht. Bedankt en ik hoop jullie direct allemaal te spreken.